Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabolt, Metabee versus Rakusho version. Jordi heeft zo erg naar zijn zin in deze game, dat is niet meer normaal. Ik zou zeggen, het is één slechte dag, kan iemand gewoon compleet de afgrond inbrengen. Yep. Dit is mijn slechte dag. Wat een gezeik. Ja, ik snap het wel. Ik zou ook echt jij moet gewoon zo meteen, wanneer je dit hebt, moet je gewoon puur voor de lol de footage gaan kijken en hoe onzinnig dit is. Ja, Tunk Fox die wil fucking Rakusho. Hij hoeft ook maar één keer niet te focussen op Rakusho en ik zou het misschien nog kunnen halen. Yep. Maar het is... Dit is gewoon puur onzin. Leuk spel, leuk. Ja, het is een topspel dit, echt. Oké, weet je wat... Kijk, als er nou iets van logica in zat, weet maar je, maar dat is ook niet zo. Dat zit hier niet in. Nee. Het systeem werkt als volgt. De game gaat ervan uit dat jij X doet en dan krijg je Y terug. Nou, prima. Mm-hmm. Maar omdat X een variabele is die tot 20.000 mogelijkheden kan leiden, zegt X niet niks. Nee. Dus het is niet zo van bijvoorbeeld een move zoals Sacrifice, die ik nu zo vaak heb gezien dat ik begin af te vragen van hey, misschien is dat een mooie thumbnail. Ja. Dan vraag je af van oké, maar waarom begint hij altijd met Sacrifice? Want als je mijn Sacrifice doet, ik ben letterlijk 3 onderdelen kwijt van Rakusho. En als ik nog een beetje slecht geluk heb, kan het nog toe leiden dat ik alles kwijt ben van Rakusho. Zoals bijvoorbeeld voor mij einde van de eerste aflevering of begin van de tweede aflevering, ik weet niet meer. Dat die we vandaag hebben opgenomen. Hè? Dat hij letterlijk mijn hoofd iedere keer raakt. Ja, dat is echt gewoon pure pech. Want nu krijgt die tweede het voor elkaar om Sacrifice op mij te doen. Terwijl ik alleen nog maar een hoofd heb. En om nog interessanter te maken, het is nog een crit ook. Karen heeft een bot. Ja. Die zit onderop. En dat is ook een anti-air. En ik deed één anti-air aanval. En ik maakte alles in één keer kapot. Omdat haar allebei de armen zijn 10 HP. De legs 15 en het hoofd ook 15, geloof ik. Echt een hele slechte bot. Oké, wat voor rare fascinatie heeft hij met Rakusho? Ik denk, weet je wat, ik doe een keer een andere move, iets anders. Misschien triggert hij die dan niet. Yep, helaas. Ja, die move moet ik ook niet meer doen, want ik focus die meteen op mijn hoofd en heb ik meteen verloren. Mm-hmm. Ik begin achter te vragen van, oké, jongens... Is dit mogelijk überhaupt? Nou, het is vast wel mogelijk, maar ik zie hem even niet. Misschien focust hij op... Nee, dat kan ook niet, want hij focust zich gewoon consequent op Rakusho. Maakt niet uit wat ik doe. En moet je nagaan, dit is dan... Heb je neefjes en nichtjes die nog een oude Game Boy hebben liggen? Nou, ik heb nichtjes, maar ik weet niet of die een oude Game Boy hebben liggen. Oké. Jij hebt nog een goede relatie met die nichtjes? Ja. Oké, anders zou ik zeggen van... Verpest het maar meteen, geef ze deze game. Ja. Yeah. Ik heb nog wel een originele copy van deze game liggen. Meteen ritueel verbranden aan deze serie. Ja. Yeah. Deze serie eindigt in de vlog waar je een ritueel verbrandt. Dat klinkt als een plan. Nee, die game ga ik niet verbranden, maar ik ga hem nooit meer aanraken, dat wel. Ja, dit is ook gewoon totaal niet te doen, man. Hij mikt dan meteen weer op Rakusho. Ik krijg niet eens de optie. Krit het weer? Natuurlijk krit het weer. Goed gemaakt spel. Ja, ik...
Weet je wat, ik ga even iets voor de los proberen. Ik ga even een compleet andere techniek doen. Oké. Even kijken van, ligt het aan Rokusho of ligt het aan het feit dat Rokusho bovenaan staat? Ah. En als dit niet werkt, heb ik ook misschien een heel goed idee. Gewoon geen Rokusho meer gebruiken. Misschien doet dat iets. Wie weet. Ja, wie weet. Ik hoor ideeën. En anders ga ik zeggen van, hey Rubber Robo, accepteer je ook Rubber Robo medals? Ja. Nee. Hij heeft gewoon een of andere rare vendetta tegen Rokusho. Oh, what the fuck. Maakt niet uit waar hij staat. Of naar bovenaan, links, onder. En neem ik toch meteen weer op het hoofd. Oké, ik ga jou extra tijd gunnen om mij in te halen, want ik moet opeens heel nodig naar de wc. Dus ik ben zo terug. Oh ja, prima. Ik ga je ook inhalen op dit stuk. Yes. Nou, lieve kijkers, vandaag zien wij hoe iemand gigantisch gestoord wordt van herhaling. Ik heb ook geen idee van wat nu eigenlijk wijsheid op dit alles is. Van, is het misschien metaphors op die manier doen? Want ik kan zo meteen wel weer teruggaan naar het oorspronkelijke, iets compleet anders gaan bouwen, maar ik denk niet dat het iets gaat uitmaken in deze fight. Ja, ik ben toch alleen maar met een force aan het chargen, dus dat maakt op zich niet zo heel veel uit. En het ding is, als ze geen armor meer hebben, dan kunnen ze ook geen metaforce meer doen, dus dat scheelt wel weer, maar... Of dit nou daadwerkelijk de manier is... Dat weet ik weer niet. Ah, shit. Oké, missal. Missal wil ik nog wel geloven. Maar dat doet niks. Aha! Dat is ook de enige waarom ik die armor iedere keer op heb gezet. Dan doen we bind. Oké, zullen we nou nog maar gewoon proberen ze een keer te raken? En dan gooien we nog Confusion erop. Nou, ik weet niet of die statussen stekken. Ik zou het heel mooi vinden, maar... Hebben we verslagen? Nee, wat denk je? Opnieuw? Nee, ik dacht van weet je wat, ik ga een compleet nieuwe strategie doen. Het heet geen Rokusho gebruiken. Want ze kunnen niet targeten op Rokusho als Rokusho er niet is. Er zit wat in. Maar het hield niet, toch wel? Nou, ik leef nog. Hé, hey, dat is een ding. Ik wil bijna zeggen dat dit misschien een tactiek is. Geen Rokusho gebruiken in Metapie Rokusho. Maar ja, ze raken wel iedere keer dan wel gewoon onderdelen, dus... Ja, of dit nou dat. Nee, of dit nou daadwerkelijk de oplossing is, dat weet ik ook niet. Huh? Oh, door Force Blind kon ik geen. Geen Metaforce doen? What the fuck? Er gebeuren hier dingen, ik snap er niks van. Die hele Erika bot is weer helemaal geheeld, what the fuck? Nou. Maar ik heb wel geleerd dat, want ik gaf, want ik wist dat die bed, of ik weet niet hoe je het moet noemen, van die Rubber Robo missiles gebruikt. Ik denk van, weet je wat, ik ga even op zoek, heb ik iets wat anti-missiles heeft? Oh ja, dat, nou, die missiles doen gewoon geen damage op mij. Maar ja. Geen damage op jou? Ja, maar nadat wel, ze hebben wel fucking sacrifice, dus ja, okay. Oeps. Daar heb ik geen anti-ding tegen. Beetje jammer. En het klote is, met Sacrifice kunnen ze dat ding kapot maken, dus ja, oeps. Ja. Nou, what the fuck is dit? Wat is Force Blind?
Ja, ik snap wel wat het doet, maar waar komt het vandaan? Uit de Engelse vocabulaire wordt gepakt uit het woord. Ik heb geen idee. Nou, ik hoop dat ik nog één move kan raken. En dat dit leidt tot een crit. Want dan ben ik klaar. En dat zou ik heel mooi vinden, want ik ben in zijn cave zat. Ja, dat kan me voorstellen. Nou oké, hij heeft al één hele tintpad van mij kapot gemaakt. Maar ik heb ook geleerd, debuffs stekken niet. Debuffs? Ja, dus slow, bind, oh, ja. Confusion, die dingen. Mm-hmm. Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben een keer bij time-out gekomen in deze fight. Oh, hé, hey, dat is iets. Ja. Time's up. Nou, ik heb deze waarschijnlijk verloren. Ja, yep. Maar ja, het is wel de manier hoe ik het zou moeten doen, dus... Je kan ook niet je ding aanpassen tussendoor, hè? Nee. Wat wil je aanpassen? Ja, ik wil even mijn bijvoorbeeld dat ik één aanpas. Ja, ja. Nee, dat kan niet. Nou, weet je wat? Dit wordt mijn setup. Geen Rokusho. Misschien doet het iets, misschien doet het niks. Ik heb geen idee, maar ik zit er wel zo in van... Het moet toch lukken met dit team? Nou ja, ik begin al met twee misses of één miss? Twee misses. Het is ook heel onlogisch. Zometeen als hij één part kwijt is door sacrifice kan ik hem wel raken. Nou ja. Dat lijkt me nou net niet de bedoeling. Nee, dat lijkt me ook niet de bedoeling. En weet je wat ik nog het mooiste aan deze vind? Ik loop nu, even voor het gemak misschien, anderhalf uur achter. Ja? Mm-hmm. Ja. Dat betekent zometeen alsnog niet dat, bij wijze van spreken, dat ik er zometeen geen kans meer op in te halen. Nee, precies. Dat betekent zeker niet. Dat is het... Eerlijk gezegd, dat is een beetje het achterlijke van deze game. Ja. Want bij wijze van spreken, even voor... Vergelijking, hè? Als dit Westbrick Mario Sunshine was geweest. Ja. Anderhalf uur had gewoon een hele wereld kunnen zijn, hè? Ja, zeker. Makkelijk. Ja, ik ben mijn slang al volledig kwijt. Verdomme. Het is ook gewoon geluk hebben, hè? Welke moves doet hij? Doet hij alleen maar sacrifice? Doet hij rockets? Wat doet hij? En het feit dat ik iedere keer ook mis is ook zo ongelooflijk kloten. Yep. Kijk, zo'n missal ben ik op zich niet zo heel erg bang voor. Ja, ik ben één onderdeel kwijt. Maar ik ben maar één onderdeel kwijt. Ik ben er geen... 6000 kwijt. Maar ik ben nu letterlijk 3 beurten achter elkaar die success rate of attack aan het verhogen. Ik mis nog steeds. Zo van accuracy 100 en dan nog alles missen. Ja, nou deze kan ik ook vergeten. Oké, we hebben nu een hele poos geen Rokusho meer gebruikt, hè? Dat klopt. We gaan voor lol weer Rokusho gebruiken. Of ze een of andere rare hate boner hebben tegen Rokusho. Waarschijnlijk. Ja. Mogelijk. We beginnen maar gewoon met een charge, want de eerste beurt kan ik toch niet raken. En dan kan ik wel Aquarius tegenop gooien, maar dan raak ik zelfs nog niet, dus dat maakt niet uit.
Nee, ze blijven een of andere rare heetboner hebben tegen Rokusho. Zo van, oh ja, Rokusho, hartstikke mooi. Dood. Het lijkt wel alsof het zo geprogrammeerd staat, zeg maar. Ja. En het is ook niet meteen, oh, we gebruiken missile. Nee, we gebruiken meteen sacrifice. Het is echt alsof ze een of andere rare heetboner tegen Rokusho hebben. Nou, doe nou even voor... Wees nou even heel lief. Heel lief, hè? Ja, dank je. Hij focust er wel weer op dingen, maar... Weet je wat? Dat vind ik dan niet zo heel erg. Ik doe 3 damage. Ja, ik denk dat ook... Deels van deze game te maken heeft met het feit dat hij soms ook gewoon dingen pakt. Determinatief. Zoals met Mario Party 1, dat jouw dice rolls al van tevoren al bepaald zijn. Mario Party DS heeft het wel. Ja. Kom op. Volgens mij hebben die legs van hem ook gewoon taunt. Ja, maar dat lijkt voor mijn gevoel elke metabot wel te hebben. Ja. Heel apart. Kom op, kom op. Het verschil is dan achter lag defense. En het is ook niet iedere keer van oké, ik overleef een missile. Nee, iedere missile die ze doen op Rokusho is ook nog een keer een crit. Hey. Ik had deze sessie vandaag iets anders voorgesteld. Ja, mag kan je me voorstellen. Heel eerlijk wezen. Nee. Ik dacht van, oké, ik ben tenminste uit eiland, tenminste uit deze cave weg en dan kan ik tenminste het eiland, Metabots Island op. Yep. De button. Ja, nou, opnieuw gigantische heetbonen tegen een Rokusho. Ja, het is waarschijnlijk zo geprogrammeerd. Dat wordt de titel van deze aflevering. Ja, heetbonen Rokusho. Wauw, ze laat een keer een onderdeel van mijn leven. Yay. Mijn ding is, Rokusho kan ook nooit aanvallen. En ik kan misschien niet hoeven te resetten net, omdat ik technisch gezien nog niet had verloren. Maar je kan beter tijd besparen. Ik kan beter tijd besparen, ja. Kom op. Kom op nou. Prima, missaal op mijn arm. Alleen op mijn arm, niet op mijn hoofd. Shit, sorry. Ik heb het idee dat het... Ik krijg 2 punten voor Rokusho, maar ik kan geen attack doen, want alles mist. En ik kan geen metaforce doen, om één simpele reden. Mijn metaforce kost 2 beurten. En dat duurt te lang. Dat kost in het... En ik heb ook het idee dat je metaforce slechter is als je minder parts hebt. Kan dat? Kan. Ja. Ah ja, maar metaforce... Ik moet echt gaan verzinnen van, oké, welke strategie is hier nou goed? Want tegen mijn slang kunnen ze niks doen. Misschien moet ik mijn slang ook gewoon vooraan zetten. Want ja, daar kunnen ze... Dat blijft langer leven, zeg maar. Ja, want ze kunnen doen wat ze willen, maar dat ding kunnen ze niet kapot maken. Bij de slang moeten ze... Start. Ja, bij de slang moeten ze inderdaad...
sacrifice doen. Dan doen ze geen sacrifice, nou hartstikke mooi, maar... Dan komen ze nog niet veel verder. Nee, precies. Oh, die mist, wat kut. Nou, het enige mooie wel is, de slang is wel zo snel... Dat hij wel 1 à 2 moves kan doen voordat ik een move op me krijg. Oké. Okay. Maar... Als je mij zo meteen gaat vragen, ja Jordi, hoe heb je deze fight gehaald? Ik heb letterlijk maar geen idee. Want ik hoef maar 1 sacrifice om me te krijgen en ik ben letterlijk gewoon 3 onderdelen iedere keer kwijt. Yeah. Oké, nu 2. Oké, wat gaan we zo meteen hierna doen? Want ik zit echt even na te denken van, oké, welke strategie is voor mij nog open? Ja, sowieso met Snake leaden dan, denk ik. Ja, sowieso met Snake, ja. Want Missile doet niks. Snake heeft letterlijk niks verloren. Ja, dan is dat misschien wel de optie om die te daarmee te leaden. Ja. Doe je nog steeds zelf een damage trouwens. Snake doet op zich damage als je, okay, als je de boel kan raken. Dan vraag je wel veel van Snake, hè, dat hij ook nog moet raken. Nou ja, hij heeft op de hoofdna van de eerste nu alles zelf kapot gemaakt. Oké. Okay. Time's up. Fuck jou. Niet fuck gewoon jou. Nee, maar dit is een beetje dat systeem van, jij begint met 3, dus technisch gezien zou jij al een voordeel moeten hebben. Ja. Maar omdat het 1 ladderbot van jou kapot is, rekenen ze dat ook niet mee. Mm-hmm. Heb je een probleem mee als ik even ga save state op de oorspronkelijke setup, dat ik niet iedere keer de leader hoef aan te passen? Tuurlijk. Als in, tuurlijk dat, heb ik daar geen nee, maar dat, in principe scheelt dat maar 3 seconden. Maar. Ja, nee. Doe vooral alles wat jou comfortabel maakt, zeg maar. Buiten natuurlijk parts incheaten, maar je snapt wat ik bedoel. Nou, dat was eigenlijk mijn idee hierna. Ja. Even voor ter geruststelling, het had niks uitgemaakt, want die parts gaan toch binnen 1 zo'n hit kapot. Maakt ja, niet of ze 10 HP... Als je de juiste parts hebt, zeg maar, dat je er best aan end komt. Als je ja. Metabee hebt, zeg maar, dat heeft mij geholpen. Mm-hmm. En verder, 2 anti-airs. Ja, het is ook gewoon een... Als ze alleen maar zouden focussen op mijn tinpad, bijvoorbeeld de slang of bij wijze van spreken die Erika heeft, ja, zou ik hier ook niet zo heel groot probleem van maken. Maar omdat hij een of andere rare heetboner heeft... tegen het Rokushou. Ja, ik ben je boodschap niet aan het verbeteren, maar ik hoop niet dat je dat had verwacht wanneer je zei van, joh, laten we metabots doen. Nee, dat had ik niet verwacht. Maar omdat iemand een rare heetboner heeft, kan ik gewoon niks. Ik weet niet of ik nog een fight moet gaan doen. Ik denk dat we dan een beetje over de tijd heen gaan. Nou, ik heb geen idee. Ik ben heel eerlijk. Ik ben toch niks aan het doen. Ja. Ik ga de part beëindigen, denk ik. Vind je dat oké? Okay? Ja, vind ik oké. Okay. Ik laat deze fight hier even doorlopen. Dat is goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We hebben weer een uitgebreidere woordenschat. We kunnen allemaal weer vrolijk zijn. Behalve Jordi, want die heeft struggles. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.